Nou, ik denk dat we zo anders maar wel gaan beginnen. Dan in ieder geval met het kleine stukje introductie wat ik zal doen. Welkom allemaal. Welkom bij de Groene Paper 2021, dit jaar weer online. We hadden natuurlijk gehoopt dat het anders kon zijn, maar dat is niet. Maar we hebben het nu zo opgelost door best wel een heel mooi programma neer te zetten. En waarvan dit alweer de tweede dag is. En we vrijdag dan live vanuit Tilburg te zien zijn. Dus welkom bij de Groene Paper. De Groene Paper zullen jullie misschien al wel kennen. Maar als je hier voor het eerst bent, de Groene Paper is een evenement. Dit jaar dus een digitaal evenement over duurzaamheid in het onderwijs. En dat gaat zowel over MBO, HBO als universitair onderwijs. Ja, dat organiseren als je op de volgende slide gaat, dan zie je welke organisaties er allemaal bij betrokken zijn. Ik ben hier ook omdat ik voorzitter ben van Student voor Morgen en dus de technische host ben. Dus als er iets is, meld dat vooral in de chat, want die moderate ik. Maar ook al heel veel andere mooie organisaties hebben bijgedragen aan het organiseren van de Groene Paper dit jaar en het weer mogelijk maken. Dus daar zijn we super blij mee. En het is misschien nog wel leuk om te vertellen dat het thema van de Groene Paper dit jaar de Groene Reset is. Dus we gaan het echt hebben, of in de verschillende sessies komt het ook terug, wat er dit jaar gebeurt, wat is er wel goed gegaan, wat is er niet goed gegaan wat betreft duurzaamheid. En hoe kunnen we extra duurzaam beginnen, echt de Groene Reset doen vanaf september als het volgende academisch jaar begint. En we weer allemaal met z'n allen echt aan de slag kunnen, dus ook weer op locatie. Dat is waar de hele Groene Paper over gaat en dit is... Een onderdeel daarvan en energie is best wel een belangrijk onderdeel, denk ik. Op de volgende slide zien jullie nog even twee huishoudelijke mededelingen. Namelijk, deze webinar wordt opgenomen, zodat we hem later weer kunnen delen, dat meer mensen kunnen terugkijken die misschien mogelijk nu niet beschikbaar waren. En dus, als er naast een vraag of een opmerking of een probleem is, meld het vooral even in de chat en daar zal ik antwoorden. En ik denk dat dat hem wel was, als in. We gaan nu naar de sessie vanuit Van Beek en daar is Michiel voor. Ja, goedemiddag allemaal. Welkom bij deze sessie. Ik ga proberen een filmpje eerst te starten. Ik ga hem starten en ik hoop dat het geluid bij iedereen aanwezig is. Als dat niet zo is, nou, dan moeten we mij even zonder doen. Ik ga hem. Er nu opzetten. Ik hoop dat jullie geluid hebben. Ik hoor in ieder geval niks. Nou, dan praat ik hem er even bij. Nou ja, de beelden spreken op zich redelijk voor zich. Waar het mij om gaat is, dit filmpje geeft heel duidelijk aan het gevoel wat energie is. Voor de meeste mensen is het natuurlijk heel erg vanzelfsprekend dat energie er is. Maar er zit heel wat achter. En energie is behoorlijk inspannend. Het beeld is ook wat haperig, maar ik denk dat iedereen er zich wel bij kan bedenken dat deze fietser heel hard aan het fietsen is om maar proberen die toaster te laten werken. Ja, het is een toaster van 700 watt en hij heeft dus al zijn kracht nodig. En dat is een van de beste baanwielrenners ter wereld om deze toaster aan de gang te houden. En zodra hij dus stopt met fietsen, als hij niet meer kan, dan gaat de toast eruit. En dan moet hij ervoor zorgen dat in die tijd die toast ook echt bruin is. Nou, het gaat al bijna niet meer en
red het dan niet meer. En dat is dus de kracht die nodig is om één toaster aan de gang te houden. Dat heeft hij dus voor elkaar gekregen met 3 minuten voluit fietsen. Nou, dat spreekt voor zich. Ja, nu zien we inderdaad de presentatie weer. Ja, ja, helemaal prima. Nou, mijn presentatie gaat over energie, zoals dat duidelijk is. Moment hoor, ik heb geluid in het verhaal. Moment, ik moet eventjes... Ja, het filmpje staat denk ik nog niet. Ja. Ja, dan hebben jullie te weinig geluid en ik heb te veel geluid. Dus dat heb ik niet opgelost. Prima. Mijn verhaal gaat dus over energie. Nou, de fietser heeft heel duidelijk aangegeven hoeveel energie iets kan kosten. Mijn verhaal gaat over de nasleep, zeg maar, van de coronacrisis, thuiswerken. Dat er minder energie is gebruikt in heel veel verschillende organisaties. Maar dat er nog steeds heel veel energie verloren is gegaan. Eigenlijk afgelopen 1,5 jaar. En hoe we dat in de toekomst, als we hier dit achter ons kunnen laten, hoe we dat kunnen verminderen. Even kort iets over mezelf. Nou, mijn naam stond er al, Michiel van der Wal. Ik heb ooit gestudeerd in Wageningen Universiteit. Dat was eind jaren 90. En ik heb daarna in Twente nog een vervolgstudie gedaan. Dus ik ken universiteiten redelijk goed. En ik ben sinds 2000 ben ik werkzaam bij Van Beek. Van Beek is een energieadviesbureau gespecialiseerd op het gebied van energie. En ik heb ook in de periode 2012 tot 2020 heb ik 8 jaar gewerkt als energiecoördinator voor Wageningen Universiteit en Research. En ik ben nu sinds een 3/4 jaar weer terug bij Van Beek. En ik ondersteun daar heel veel organisaties, waaronder ook heel veel universiteiten en hogescholen met energie. In de breedste zin van het woord. En nou, ik gaf het in het filmpje al aan. Ik hou zelf ook heel veel van fietsen. En ik vind dat iets wat ook heel veel met energie te maken heeft. Even een start van energie. Hoe dat in een organisatie zich manifesteert. Je kunt het op allerlei manieren laten zien. Ik heb er nu voor gekozen om de energie te laten zien. Als onderdeel van de CO2 of de carbon footprint van een organisatie. Steeds meer organisaties die houden zich bezig met het opstellen van een carbon footprint. Om daarmee aan te tonen wat zij, zeg maar, aan directe en aan indirecte emissies doen van CO2 en andere broeikasgassen. En die effecten hebben op het klimaat. Nou, de carbon footprint, ik denk voor een aantal bekende kosten, voor een aantal misschien nog niet. Ik zal hem even kort toelichten. Die bestaat dus uit de emissies van CO2 en andere broeikasgassen. En dat is op verschillende manieren. Energie is daar een onderdeel van. Elektriciteit en aardgas zijn de belangrijke bronnen van CO2-uitstoot. Maar daarnaast ook reizen van medewerkers en studenten en bezoekers. En dienstreizen, zakenreizen, maar ook het woonwerk en woonstudieverkeer valt eronder. En ik heb heel veel plaatjes gepakt van Wageningen Universiteit, omdat ik daar heel lang gewerkt heb. Dus ik heb dat als voorbeeld genomen. Voor Wageningen geldt ook dat zij daarnaast ook nog landbouwgronden en een veestapel hebben, deels voor het onderzoek. En zoals iedere organisatie ook te maken hebben met afval.
Dat wordt allemaal opgestapeld en dat geeft samen één carbon footprint. En daar kunt u al zien aan de linkerkant dat die rode en gele staaf, die zijn samen het energieonderdeel, elektriciteit en aardgas. En dat is best een hele hap op het totaal. Uit deze grafiek is ook duidelijk te zien dat er een flinke daling de laatste jaren opgetreden is van eigenlijk al die emissies. En 2020 is natuurlijk al een opvallend jaar geweest, waarin nou ja, de vliegreizen, die zijn niet in het blauw weergegeven, die zijn natuurlijk een enorm stuk kleiner geworden. Dat geldt voor iedereen. Maar ook alle andere bronnen van informatie, die zijn, of andere bronnen van emissies, die zijn gedaald. Wat er aan de rechterkant te zien is, dat is de compensatie-footprint, zoals dat genoemd wordt. Dat is hoeveel, in dit geval, duurzame energie er opgewekt wordt door zonnepanelen. Maar voor Wageningen geldt ook dat er heel veel windmolens in eigen beheer zijn. 26 in totaal. En die wekken enorm veel stroom op. Dat gebeurt allemaal in de Flevopolder, waar heel veel windmolens staan. En waar Wageningen Universiteit ook locaties en gronden heeft. Nou, zoals hierin te zien is, is dat de compensatie behoorlijk hoog is. Maar de footprint is ook is flink hoog. Ik weet niet of iedereen de cijfers kan zien, maar de as zit op 75 miljoen kilogram CO2. Ja, dat is voor de meeste mensen is dat niet duidelijk hoeveel dat betekent. Maar een gemiddeld gezin heeft een uitstoot van ongeveer 9000 kilogram per jaar. Dus 75.000 is een flinke hoeveelheid. Maar ja, dat is dus ongeveer een 8.000 huishoudens. Nou, als je weet dat er bij Wageningen Universiteit en Research ongeveer 7.000 mensen werken en ook 12.000 studenten aanwezig zijn, dan is wel duidelijk dat dat ja, ook wel heel veel mensen zijn. Dus het is ook wel logisch dat die footprint natuurlijk groot is. Wat ik hier heb weergegeven, dat is een vervolgplaatje eigenlijk, is als je de echte officiële CO2 footprint neemt, dan kunnen emissies die worden gecompenseerd door inkoop van bijvoorbeeld groene stroom, die kunnen daarvoor afgetrokken worden. Dus ik heb hier de stroom eruit gehaald en wat je dan ziet, dat was een hele grote staaf, maar dat is de methodiek hoe dat werkt, is dat de compensatie footprint inmiddels groter is dan de eigen footprint. En dat betekent dat je als organisatie klimaatneutraal bent. Nou, dat is mooi. En het opvallende ook wel is in 2016 zie je dat die compensatie groter is. Of 2015 dat de compensatie groter is dan de footprint. In 2016 is het net andersom. En dat was een jaar waarin er veel minder windenergie opgewekt is. En dan is eigenlijk wel weer opvallend en ook wel een beetje grappig is dat het klimaat ook op die manier invloed heeft. Dus een minder wind betekent dat je dus ook niet per se dan klimaatneutraal bent. En dat kan dus van jaar tot jaar schelen. Dus organisaties die bezig zijn met klimaatneutraal worden, nou, hier zou je tegenaan kunnen lopen in de toekomst, dat het ene jaar het andere jaar niet is. Nou, het doel van Wageningen Universiteit is ook niet per se om klimaatneutraal te zijn. Want dat is natuurlijk met die compensatie, die inkoop van groene stroom. Je kunt in principe ook andere CO2-emissies compenseren door ze af te kopen eigenlijk. Gasemissies kun je door CO2-certificaten vergroenen. Daardoor kun je in principe op papier al die emissies wegwerken en CO2-neutraal worden. Maar dat is eigenlijk, ja, blijft staan dat je nog steeds gewoon een grote footprint hebt. En dat vergelijk ik altijd met een olifantenvoetprint. Die is ook gewoon heel groot. En wat je ook doet om het te compenseren, als je gewoon ook echt uitstoot hebt, dan heb je gewoon als organisatie een grote footprint. En als je dat vergelijkt met heel veel andere organisaties en heel veel andere organisaties ook in het mbo, het hbo, in het wetenschappelijk onderwijs, ja, er zijn veel meer organisaties die een kleinere footprint hebben dan Wageningen.
Maar er zijn dus wel heel veel stappen genomen en wordt nog steeds genomen om die footprint te verkleinen. En het doel is ook om die footprint te verkleinen. Dit kwam ik trouwens ook laatst tegen en dat vond ik ook alweer opvallend. Want ik heb er net al een paar termen genoemd. Je kunt klimaatneutraal zijn of je kunt energie-neutraal zijn als je evenveel energie gebruikt als dat je zelf opwekt. Paris-proof is een definitie die je wel eens langs hoort komen die ermee te maken heeft. En ik kwam nu in een keer tegen klimaatproof. En toen was ik benieuwd, want dat ging over het bottleneckgebied. En het bottleneckgebied is klimaatproof volgens dit onderzoek. Maar wat betekent dat in dit geval, is dat het bottleneckgebied niet al te veel last heeft van een stijgende zeespiegel. Dus dat is eigenlijk een beetje een jammer verhaal. En mensen die het bottleneckgebied kennen, die weten dat dat niet echt een plek is waar heel veel duurzaamheid plaatsvindt. Als je ooit een keer in de buurt bent of als je op reis terugkomt vanuit Engeland met de boot, dan kun je dit schouwspel van hele oude economie, dat kun je zien. En dan kun je zien dat zij nog lang niet klimaatneutraal of energie-neutraal zijn, dat er een hele lange weg te gaan is. Goed, even teruggaand naar Wageningen en waar we het vandaag over hebben in het onderwijs. In zijn algemeenheid heb je energievragers binnen een organisatie. Dat zijn uiteraard de lessen, de colleges met de studenten. Je hebt heel veel kantoren in een omgeving van onderwijs waar energie verbruikt wordt. Wat je in heel veel organisaties ook ziet, dat zijn labs, laboratoria met allerlei testopstellingen waar heel veel energie gebruikt wordt. Niet alle onderwijsinstellingen hebben dat, maar heel veel hebben dat wel. En wat ook specifiek voor Wageningen is, dat zijn een aantal andere. Ja, heel veel organisaties hebben ook datacenters, maar Wageningen heeft onder andere ook kassen en ook onderzoeksstallen waar ook energie nodig is om ervoor te zorgen dat al deze gebruikers van energie eigenlijk blij en gelukkig zijn met een fijne werkomgeving waar het op temperatuur is, waar de goede ventilatie is, et cetera. Maar dat vraagt natuurlijk allemaal heel veel energie. Als je energie bekijkt, dan kun je kijken naar gebouwgebonden en gebruikersgebonden energiegebruik. Gebouwgebonden, dat zit dus in het gebouw zelf en in de installaties die ervoor zorgen dat gebouw op temperatuur is, dat geventileerd is. En ook verlichting wordt vaak tot gebouwgebonden energiegebruik gerekend. Maar in een paar situaties is het ook gebruikersgebonden energie. Bijvoorbeeld in een kas, wat ik als voorbeeld al gaf, daar is de verlichting puur voor het proces, dus voor de plantjes. En dan is dat gebruikersgebonden energie. Wat is verder nog meer gebruikersgebonden energie, wat je in heel veel organisaties tegenkomt? Ja, dat zijn natuurlijk de PC's en alle andere ICT-apparatuur. Hier bijvoorbeeld van een PC-zaal die heel veel onderwijsinstellingen hebben. En wat ik al noemde, laboratoria met zuurkasten. Dat is iets waar heel veel energie in omgaat. En dat komt omdat die zuurkasten in de laboratoria, die worden continu, moeten die geventileerd worden. En dat is om de mensen die ermee werken veilig te houden. Omdat de stoffen waarmee gewerkt wordt, dat die dat die chemische verbindingen, dat die afgevoerd worden en dat de mensen een veilige werkomgeving hebben. Maar dat vergt dus wel continu ventilatie, wat energie kost, maar het kost ook weer energie om die lucht, die ruimte weer ingebracht wordt, om die weer op temperatuur te krijgen. Dus verwarmen in de winter, koelen in de zomer en ook nog eens een keer bevochtigen of ontvochtigen als de vochtigheid niet te peil is. Dat is een hele, hele belangrijke energiegebruiker. Wat je in best wel veel onderwijsorganisaties ook ziet, dat zijn allerlei soorten machines. Als je een practicum of werklokalen hebt waar allerlei machines in zitten, dan zit er ook wel het nodige energiegebruik in. Alleen, wat een heel groot verschil is met zuurkasten, en ik zal even een kort plaatje laten zien. Het verbruik van een zuurkast, dat gaat eigenlijk het hele jaar door. Blijft dat bestaan. Dat gaat het hele tijd door. Er zit wel wat spreiding in. Je kunt hier zien in de rode lijn, dat is de gemiddelde lijn van alle grijze lijnen. Dat zijn van één gebouw een 40, 50-tal zuurkasten.
En die rode lijn is eigenlijk het gemiddelde daarvan. En die gemiddelde bevindt zich de hele tijd tussen de helft, want die zuurkasten die staan op een minimale stand. Dan gaat nog steeds de helft van de ventilatie staat dan aan. En als die zuurkasten vol in gebruik zijn, dan staan ze op de maximale stand. En dan verbruiken ze dus twee keer zoveel energie. Zuurkasten verbruiken dus het hele jaar door veel energie. En je kunt ook zien in het hele jaar 2020, ja, wat kleine piekjes en dalen, maar eigenlijk het hele jaar door wel veel verbruik. Dat zie je gewoon in heel veel organisaties die laboratoria hebben, zie je dat terugkomen. Die machines die ik net noemde, die hebben een heel hoog piekverbruik. Dus die verbruiken misschien nogal meer dan een zuurkast, maar dat, ja, die machines die staan meestal maar heel kort aan. Als je een zaagmachine of wat dan ook hebt, ja, dat gebruik je maar een aantal seconden of misschien een keer een minuut. En de rest van de dag staat dat ding stil. Dus het verbruik is op een jaar is dat een stuk minder dan zo'n zuurkast. Goed, dat was eigenlijk een algemeen verhaal over energie. Dan ga ik even specifieker in op het verhaal van de thuiswerksituatie van afgelopen jaar en dit jaar op het energiegebruik. Daar zie je gewoon een aantal hele opvallende zaken. En dat heb ik gedaan door verbruiksgrafieken te pakken van 2020 en daar het verbruik van 2020 vergeleken met 2019. Nou, ik nodig ook iedereen uit om even mee te kijken en om te kijken of je de grafieken kunt herkennen. Of je kunt zien of een grafiek past bij een kantoorgebouw, of dat een grafiek past bij een onderwijsgebouw, of dat het bij een sporthal meer past, of bij een meer onderzoeksgebouw. En ik neem aan, de meeste mensen die zullen daar niet dagelijks mee werken, dus het is geen enkel probleem als je dat allemaal niet direct noemt, maar dan zou ik zeggen, waag gewoon een poging. Eerste grafiek die ik laat zien, dat is een gebouw waar het energiegebruik, nou goed te zien, januari, februari, is het verbruik in 2020 in de groene staaf eigenlijk vrijwel hetzelfde als in 2019 en dat is de grijze lijn. En dan zie je in maart, gedurende de eerste lockdown, dat het energiegebruik sterk afneemt. En dat in juli, augustus zie je het weer eigenlijk weer terugkomen, bijna naar het normale niveau. En dan zie je in de rest van het jaar zie je het weer ietsjes lager zijn dan in 2019 in de normale situatie. Ik ben benieuwd of mensen al een idee hebben. Maar dit was een kantoorgebouw. Een gemiddeld kantoorgebouw van Wageningen Universiteit. Maar ik heb ook navraag gedaan. Ik heb ook gekeken in monitoringsgegevens van andere universiteiten. Ik heb een klein belrondje gedaan. En daar blijkt dat ditzelfde principe ook net zo te gelden. Flinke daling in de eerste paar maanden. En dan ja, toch weer een stijging van het energiegebruik in die periode daarna. Met weer een kleine daling richting het eind van het jaar. Nou, dit is een iets ander patroon. Hier zie je dat het energiegebruik echt serieus afneemt vanaf maart en in april, mei en juni. Zie je zelfs dat het een negatief gebruik heeft. Nou, dat kan alleen maar als er energie opgewekt wordt. Dit is een voorbeeld van een gebouw met zonnepanelen erop. En dan kun je zien is dat nou, het gebruik zo laag is dat de opwekking van de zonnepanelen groter is in een bepaald aantal maanden. Maar je ziet hier ook wel weer dat het energiegebruik op een gegeven moment weer een beetje terug naar een niveau komt. Dit is een sporthal voor de mensen die meedoen. Het derde gebouw. Nou, daar zie je niet heel veel spectaculairs gebeuren. Hier zit eigenlijk wel een dal in april en mei. Juni een klein beetje. Juli is wat lager. Maar eigenlijk vanaf de zomer is het eigenlijk weer terug naar normaal. Met ook weer maanden waar het verbruik hoger is. Nou, drie keer raden. Ik denk dat de mensen dan wel snappen dat om een onderzoeksgebouw gaat. En dat komt omdat daar nou ja, onder andere een aantal laboratoria in zitten die gewoon ook in die hele periode doorgedraaid hebben. Waar ook mensen zeg maar gewerkt hebben, minder dan normaal. Maar wel dat de bezetting daar hoger is geweest dan in het gemiddelde kantoorgebouw. En dan zie je ook in het energiegebruik, ja, ook al zijn er minder mensen, het energiegebruik van zo'n onderzoeksgebouw is gewoon best wel hoog. Nou, het laatste gebouw als voorbeeld. Nou, dat is niet zo moeilijk, dat is nog maar één over. Maar dit is dan een onderwijsgebouw. En daar zie je het energiegebruik ook dalen. Met name die eerste lockdown. En wel weer wat terugkomen, maar nooit meer op het normaal niveau van 2019.
Maar wat dus wel opvalt is dat het onderwijsgebouw is in die eerste lockdown feitelijk waren er geen studenten. Dus er was bijna niemand. Maar er zijn in de beginperiode en later ook trouwens, zijn er wel online colleges opgenomen en gegeven door docenten. Dus je ziet dat er wel wat mensen in dat gebouw waren, heel weinig, maar wel wat. En dat het energiegebruik lager is, maar ja, totaal geen weerspiegeling is van het heel beperkt aantal mensen wat daar in die gebouwen nog rondliep. En dat is eigenlijk wel de kern van het verhaal. Je ziet in die lockdownperiode het energiegebruik wel dalen, maar ja, niet meedalen met de bezetting. En dan heb ik hier nog een apart voorbeeld. Hier zie je het energiegebruik in april dalen. En daarna is het zelfs hoger dan ooit en komt het nooit meer terug op het niveau. En wat is dit dan voor een gebouw? Nou, dat is, ik heb het er nu niet bij staan, maar het is ook een kantoorgebouw. En wat is daar aan de hand geweest? En ik heb een ander grafiekje kort. Daar laat ik te zien wat het energiegebruik is van 2019 weer in de groene staaf. Of 2020, sorry, in de groene staaf. En 2019 in de gestippelde staaf eromheen. Die is bijna iedere keer hetzelfde en 2020 is bijna altijd hoger. Maar ik heb er ook het watergebruik bijgezet. En dat watergebruik zegt veel meer over de bezetting dan het energiegebruik zelf. En je ziet dus dat het watergebruik behoorlijk omlaag gegaan is. Hele jaar door, maar dat energiegebruik hoger is geworden na de zomer. Daar zal ik straks verder toelichting op geven. Ik heb nog een aantal andere plaatjes, ik zal die heel kort even bespreken. Eigenlijk dezelfde informatie van dezelfde gebouwen. Maar dan heb ik een cumulatieve grafiek weergegeven. En die geeft aan wat er per maand op dat moment tot en met die maand verbruikt is. Dus februari is het verbruik van januari en februari. Maart is het verbruik van januari, februari en maart samen. Enzovoort tot het eind van het jaar. En de rode lijn is dan de totale cumulatieve besparing in dat jaar. En die zie je dus ook weer een piek hebben rond mei, juni, juli. En daarna vlakt dat weer af. En dat patroon is nog iets duidelijker dan dat patroon wat we net zagen bij heel veel gebouwen. Dit is dan weer het kantoorgebouw. Datzelfde zie je bij de sporthal en hetzelfde patroon in iets mindere mate ook in het onderwijsgebouw, waar er wel besparing is geweest, maar dat vlakt dus nogal af. En dit is dat tweede kantoorgebouw, waar dus de besparing omslaat in een overschrijding gedurende de rest van het jaar. Nou, waar heeft het mee te maken? En dan pak ik weer een ander type grafiek voor. Dat is het weekpatroon. Het weekpatroon geeft aan wat het verbruik is. Niet per maand over een heel jaar. Maar wat het verbruik is op de verschillende dagen van de week. Gedurende een hele langere periode. Je kunt een weekpatroon voor één week maken. Dan heb je één maandag in de grafiek staan. En één dinsdag en één woensdag. Etcetera. Maar je kunt het ook over een langere periode weergeven. En dan krijg je dus een optelling van alle maandagen in die periode en alle dinsdagen in die periode. En wat hier weergegeven is, op de onderste as is de uren van de dag. En daarin kun je zien dat in het begin van de dag, eigenlijk 's nachts nog, 12 uur 's nachts, is het verbruik op een bepaald niveau. Dat is vrij constant. Dan zie je vanaf 6 uur dat het verbruik snel toeneemt. En dan aan het eind van de dag, nou, rond een uur of 7 zie je het al dalen. 8 uur daalt het wat en dan gaat het vanaf 10 uur daalt het verder. En dan zie je ook dat de meeste dagen op elkaar lijken. En de weekenddagen, de zaterdag is een klein verbruikspiekje overdag. Omdat het gebouw ook open is gedurende die tijd. En de zondag is het gebouw gesloten. Dan is het verbruik gewoon in de basislast wat wij noemen. De basislast is het verbruik in de minimale staat. En dat geeft aan of een gebouw energie zuinig gebruikt wordt of niet. Dus die opstart en dat dalen, dat zie je in een normaal weekpatroon, zie je dat heel duidelijk terug. Dan is dat een vrij strak patroon en dat volgt dan heel erg ook de openingstijden van een gebouw. En die zijn hier in die staven op de achtergrond weergegeven.
Nu hebben we dat gebouw wat ik net liet zien, dat opvallende kantoorgebouw met heel veel extra energiegebruik vanaf juni. Wat was daar nou aan de hand? Daar zie je een weekpatroon. Ja, wat anders, wat minder mooi rondloopt en wat al veel eerder begint. Die basislast is op zich oké. Okay. Die is best laag. Dus het verbruik 's nachts is maar een fractie van wat het overdag is. Maar er is een hele lange opstart en een uitlooptijd in. En waar heeft dat mee te maken? Dat heeft te maken met name met de ventilatie die al aangaat. En waarom is dat nodig? Ik denk dat iedereen zich ook wel kan voorstellen in bepaalde situaties. Dit is een kantoorgebouw waar er flexibele werkplekken zijn. Waar de mensen normaal gesproken dus relatief dicht bij elkaar zitten. En dan zie je dat extra ventilatie nodig is om dat veilig te houden. Zeker omdat er nog heel veel onzekerheid was over wat de rol van ventilatie is in de verspreiding of het voorkomen van verspreiding van corona. Ja, was er heel veel onduidelijkheid. Dus er heel veel organisaties, en ik denk ook de organisaties waar u bij zit, waar jullie bij hier zitten, hebben die afweging moeten maken. Wat moeten we met die ventilatie doen? En in dit gebouw is ervoor gekozen om die ventilatie 's nachts al te starten. En die ventilatie gewoon door te laten lopen na werktijd. Om ervoor te zorgen dat het besmettingsgevaar minimaal is. Maar dat heeft dus duidelijk een flinke impact op het energiegebruik. En dat is noodzakelijk, maar wel jammer. En dat is een belangrijk leerpunt wat we mee kunnen nemen voor de periode straks. Als we gewoon weer hopelijk naar een normale situatie toe gaan. Is dat, dat we dan kunnen kijken waar we het energiegebruik wel weer strak kunnen inregelen om het te minimaliseren. Wat hier ook nog opvalt in dit gebouw, is dat er op een aantal dagen 's nachts ook een hoger verbruik is. En dat is, het heeft dan niks echt te maken met ventilatie, maar het feit dat gewoon andere dingen zijn blijven aanstaan. Minder mensen in het gebouw, dus er is minder op gelet of de verlichting ook uitgezet is. En dat soort dingen zie je ook in andere gebouwen die daar terugkomen. Maar hier was het wel redelijk opvallend. En dat is ook weer extra energiegebruik. En in dit geval ook voor een deel echt onnodig. Goed. Conclusies. Van alle grafieken die ik heb laten zien. Dat er een hele duidelijke daling van het energiegebruik is in de eerste lockdown. Dat is hartstikke logisch. Maar dat het daarna wel weer stijgt. En in sommige gebouwen, en dat is heel erg afhankelijk per van soort gebouwen je te maken hebt, stijgt het toch gewoon weer naar de normale waarde of zelfs verder, hoger dan normaal. En het hangt natuurlijk af, de sporthal die is gewoon minder in gebruik geweest, ook in de loop van de afgelopen jaar en dit jaar. Dus daar zal wel wat besparing geweest zijn in totaal. Maar andere gebouwen, die zien veel minder besparing. En belangrijk punt is dat het energiegebruik, dat zie je ook steeds minder meebewegen met het aantal mensen in een gebouw, met het aantal gebruikers van een gebouw. En hoe komt dat? Ik heb dat hieronder weergegeven. Is omdat er bij de klimatisering van het gebouw, dus het zorgen voor ventilatie, verwarming, koeling, dat er eigenlijk nooit geregeld wordt op het aantal gebruikers, maar dat bijna altijd geregeld wordt op een klok. En die klok, die betekent aan of uit, of hoge stand of lage stand. En die klok die zegt eigenlijk niet zo heel veel over het aantal mensen wat er zitten. Zegt alleen maar iets over of er waarschijnlijk mensen aanwezig zijn. En dat is eigenlijk een nogal ruwe manier om een klimaatinstallatie mee in te regelen. Maar het is wel hetgene wat op dit moment nog in bijna alle situaties gebruikt wordt. En dat betekent dus, als die klok niet weet, dat er... die weet niet of de mensen aanwezig zijn of niet. En dus wordt er gewoon geventileerd als de klok zegt, het systeem moet aan. Waar ik mijn presentatie mee begon, energie, minder energie, maar meer op maat. Hoe kunnen we nou die energie meer op maat krijgen? Dan moeten we eigenlijk gedag zeggen tegen de klok bij de inregeling van klimaatinstallaties. En dan moeten we kijken naar een methode om het aantal gebruikers te monitoren en daarmee in te regelen. En er zijn verschillende systemen. Ik zal ze heel kort benoemen. CO2-meting zie je gebruikt worden. Steeds meer organisaties die zullen met name hun onderwijsruimtes klimatiseren met een CO2-meter.
En een CO2-meter die meet hoeveel CO2 er in de lucht is. En dat wordt uitgeademd door mensen. En hoe hoger die CO2-concentratie, hoe onprettiger de onderwijsruimte ook wordt, hoe harder de ventilatie gaat werken. Op zich is dat een best goede methode. Het nadeel daarvan is, en dat hebben mensen ook wel vaak waarschijnlijk al meegemaakt, is die CO2 die stijgt, maar op het moment dat die een bepaalde waarde doorbreekt, dan stijgt die daarna nog door. En voordat die ventilatie genoeg verse lucht heeft aangebracht, dat het weer prettiger wordt, ja, dan zijn vaak de lessen of de colleges al bijna voorbij, of de vergadering. Dus een CO2-meting die loopt meestal een beetje achter de feiten aan te hollen. Andere systemen in theorie die je zou kunnen gebruiken om het aantal mensen en dus ook je klimaatinstallaties beter mee in te richten op het aantal gebruikers. Dat zijn bijvoorbeeld infraroodmeters of toegangspoortjes. Maar ook dat is niet feilloos. Niet alle gebouwen hebben toegangspoortjes, dan kun je dat al niet gebruiken. En een infraroodsensor, ja, die zijn er niet voor gemaakt. Die zijn meer voor beveiliging en die zijn niet gemaakt om het aantal mensen te tellen. Ik heb een organisatie ben ik tegengekomen, het was een start-up die een slimme list had verzonnen. Die dacht van, iedereen heeft tegenwoordig een mobieltje in zijn hand en bij zich. Dus als we nou het aantal mensen in een gebouw, in een ruimte meten door wifi-signalen. Nou, op zich een heel goede gedachte. Daarmee kun je dus ook zien hoeveel mensen er zich in een gebouw bevinden in een bepaalde ruimte. En daar zou je dus een klimaatinstallatie mee kunnen voeden. En zeggen van, oké, nu zijn er heel veel mensen. Nu moet je meer ventileren en als er veel minder mensen zijn, dan zou je het een tandje terug kunnen schroeven. Het is op zich een hele aardige methode. Zitten wel wat haken en ogen aan. Maar ja, dit is wel een systeem wat wel potentie heeft om dat meer op maat te krijgen. Je hebt ook systemen die een combinatie zijn met wifi en zo'n infraroodsensor. Wat ik hier nog heb neergezet, er zijn ook een aantal organisaties bezig om het les- of college rooster, om die software zeg maar te koppelen aan de klimaatinstallatie, zodat die klimaatinstallatie weet, oké, deze zaal wordt van dan tot dan gebruikt, dus dan ga ik alleen hoog ventileren als die zaal ook vol is, en zodra de mensen daar weg zijn, dan kan die een tandje lager, en dan kun je het ook veel meer mee op maat krijgen. En dat had dus, nou ja, in die hele periode van afgelopen jaar, had dat, als dat veel gebruikt zou zijn, had dat wel heel veel energie kunnen besparen. Belangrijk als samenvatting, hoe kunnen we energie meer op maat krijgen? Nou, aan de ene kant zijn dat smart buildings, zoals dat vaak genoemd wordt. Dus dat zijn slimme gebouwen, maar met name slimme klimaatinstallaties. Die reageren op maat, dus op het aantal gebruikers, op de wens van de gebruiker, meer of minder. Ventilatie, hogere of lagere temperatuur, verlichting in ruimtes waar mensen aanwezig zijn en laag of niet in ruimtes waar geen mensen zijn. Dat is een mogelijkheid en dat is iets wat al meer toegepast wordt. Maar een nieuwe tak van sport, dat zijn slimme systemen die ook kunnen anticiperen op de bezettingsgraad. En die ook weer voorspelling kunnen meenemen, zodat je dus niet eerst een gebouw helemaal op temperatuur brengt in een koude voorjaarsnacht. En er dan achterkomt, zoals vandaag ook weer, de zon breekt door en het gebouw is al warm. En de zon warmt het gebouw nog meer op, waardoor je weer moet koelen. In principe kan dat slimmer door met een weersvoorspelling aan de slag te gaan. Maar ook met een bezettingsgraad. En in theorie kun je dat ook best aardig voorspellen. Dus er zijn steeds meer systemen met big data die met modellen goede voorspelling kunnen doen van bezettingsgraad. En dan hoef je alleen nog maar te fine-tunen op het moment dat de bezetting net iets afwijkt van die voorspelling. En dan kun je dus veel meer smart buildings creëren, slimme klimaatinstallaties. En dat is iets ook waar wij bij Van Beek ook mee bezig zijn om dat verder te ontwikkelen. Voorwaarden voor het gebruik van die smart buildings is natuurlijk ook dat die installaties, die klimaatinstallaties, dat die ook regelbaar zijn. Het is natuurlijk heel mooi dat je allerlei sensoren hebt die meten hoeveel mensen er zijn. Maar ja, die klimaatsystemen moeten ook op maat kunnen regelen. En niet alleen maar een aan- en een uitstand hebben of maar een paar standen. En dat zie je ook nog steeds in heel veel systemen terugkomen. Dus daar moet echt op dat vlak ook in ontwikkeld worden. En dat is denk ik een opgave die
voor de komende jaren belangrijk wordt om gewoon veel meer op maat te kunnen klimatiseren en veel meer energie te besparen. Want er gaan dus, wat ik al aangaf, heel veel energie verloren doordat er gewoon te veel geklimatiseerd wordt op momenten dat dat niet per se nodig is. De andere kant van de medaille is natuurlijk ook de menselijke kant. Want we kunnen het niet alleen maar met techniek oplossen. En ik heb dat even gezegd, smart users. Smart users zie ik gewoon als mensen die bewust bezig zijn met energie en met hun omgeving. En wat je tegenwoordig ziet, en dat kan ik me nog herinneren van de colleges die ik had, van milieueconomie in Wageningen, is dat je ook heel veel free riders hebt. En free riders, dat is een term voor mensen die, zeg maar, meeliften, profiteren van een systeem. En free riders heb je op allerlei vlak. Als je in een studentenwoning woont, dan weet je het wel. Dat niemand ooit de lampen uitdoet in een gemeenschappelijke ruimte. Iedereen denkt van, iemand anders zal het wel uitzetten. Of de verwarming aanzetten op een bepaald moment en niemand die het ooit uitzet. Nou, dat zijn een type free riders. Die profiteren er niet direct van. Een klein beetje wel, maar uiteindelijk betaal je toch die rekening. Maar je ziet ook free riders op een ander vlak. En grote organisaties, die kunnen ook free riders zijn. Zie je bijvoorbeeld dat grote multinationals die overal in de wereld heel veel geld verdienen, maar nergens belasting betalen. Feitelijk zijn dat ook free riders. Die profiteren van het systeem en die draaien dus niet op voor een deel van de consequenties. Dat zie je dus op heel veel vlak. En dat is ook een fenomeen wat ze dus in energie terugziet. Mensen bekommeren zich niet om die energie. En dan lift je mee en iemand anders betaalt dan de rekening. En dat kan de fysieke rekening zijn in geld, maar het kan ook de milieurekening zijn en de input die het heeft op het klimaat. Dus we moeten dan veel meer toe naar bewuste gebruikers. En die bewustwording, die kun je alleen maar maken door informatie beschikbaar te stellen, te monitoren, te onderzoeken. Maar ook natuurlijk om oplossingen te vinden, die te implementeren. Die oplossingen, dus allerlei slimme trucs te hebben. Maar ook om bestaande technologieën die er al zijn. En ik heb net een aantal voorbeelden genoemd. Die bestaande technologieën slim aan elkaar te knopen. Of ervoor te zorgen dat die technieken goedkoper beschikbaar worden. Door daar slimmigheden mee uit te vinden. Of gewoon de markt mee te ontwikkelen. Zodat die technieken gewoon volwassener worden en makkelijker toegepast worden en zodat de drempel om die technieken toe te passen en energie meer op maat te krijgen, dat die drempel lager is en dat de energieverbruik gewoon gaan dalen. En uiteraard, wat ik al genoemd heb, informatie delen. En dat is echt, vind ik, ook een heel belangrijke kern die in het hele onderwijs is. Onderzoek, informatie delen, bewustwording. Dat is iets wat we met z'n allen moeten doen. En waar we met z'n allen nog heel wat stappen te maken hebben. En waar we dus, we hebben nu gezien wat het effect van het energiegebruik is in die coronaperiode. Hopelijk kunnen we die periode snel achter ons laten. Maar kunnen we de lessen die hieruit komen ook gezamenlijk ingezet in de toekomst. En ik hoop heel erg dat er mensen tussen zitten die zich daar in de toekomst mee bezig gaan houden. Dat er studenten bij zijn die denken van, hey, dit lijkt me wel wat. Ik vind het leuk om me op dit vlak verder te ontwikkelen, om misschien daar in de toekomst mee aan de slag te gaan in mijn werk of in de vervolgopleiding. Of dat je ook al bezig gaat in je eigen organisatie om te kijken van, hoe goed doen we het op vlak van energie? Wordt energie nuttig besteed of zit er nog te veel verspilling in om daar een stap in te maken? En ik denk dat we, als we dat voor elkaar krijgen, dat we iets moois kunnen bereiken met z'n allen. Goed, dat was mijn verhaal. Mochten jullie nog informatie willen weten, als jullie vragen hebben, opmerkingen, verbeterpunten, verder willen discussiëren over bepaalde punten, dan ben ik vindbaar. Dit zijn mijn contactgegevens. Yes, dan wil ik jullie danken. En dan geef ik het woord aan Nikki.
Ja, dankjewel Michiel. Echt ook perfect getimed. Dus dat is heel mooi. Maar ja, ik denk dat dit precies het idee is van de groene reset. Hoe kunnen we inzetten ook wat we hebben geleerd nu voor later. En ik denk dat het heel mooi is dat jullie dat bij Van Beek ook echt hebben gedaan. En hier naar kijken. Dus dankjewel. Dit was inderdaad deze sessie. Waarschijnlijk volgende week of de week daarna komt deze is ook online. Dus als je het super interessant vond, kun je het of een bepaald stuk graag nog wel terugzien, kan dat. Maar ook als je denkt, een collega van mij had dit ook moeten zien, dan kan dat dan. Dat zal dus ook beschikbaar zijn via degroenepaper.com, onze website. En dan denk ik dat ik ook iedereen wil bedanken. En zijn er nu nog brandende vragen? Dan kan dat in de chat gezet worden. Dan kan ik iemand het woord geven. Maar anders denk ik dat dit hem in ieder geval was. Goed. Dank en tot ziens. Zeker. Ja, dan denk ik dat ik de sessie ga afsluiten. Dankjewel, Michiel. Tot ziens. Bye.